NOS, het journaal. Dames en heren, goedemiddag. Door een financieel tekort verdwijnen er honderden banen bij het GAK. De ondernemingsraad van het GAK kreeg afgelopen vrijdag van de directie te horen dat het tekort aan het eind van het jaar ongeveer 60 miljoen gulden bedraagt. En dat staat gelijk aan zo'n 800 tot 1000 arbeidsplaatsen. Volgens het GAK kan de afslanking zonder gedwongen ontslag. De oorzaak van de financiële tegenslag ligt volgens de ondernemingsraad in de bloeiende Nederlandse economie en de bijbehorende daling van de werkeloosheid. Daardoor krijgt het GAK, dat de uitkeringen van werklozen verzorgt, steeds minder werk en minder geld. Het GAK wil afslanken door de contracten van ruim 1000 uitzendkrachten en tijdelijke werknemers niet te verlengen. Daarnaast ziet de OR ook nog mogelijkheden om de verliezen terug te dringen. Het tekort willen wij oplossen door zeg maar alle handen aan de ploeg. Er ligt nog wel wat achterstand bij ons. En het idee is, als je die achterstand weet weg te werken, dan elk product wat je afwerkt krijg je weer geld voor. Dan zouden we de verliezen kunnen beperken. Bij het GAK werken zo'n 12.000 mensen. Om voetbalhooligans uit de stadions te weren, wil een meerderheid in de Tweede Kamer het Openbaar Ministerie de mogelijkheid geven om stadionverboden op te leggen. De voetbalvandalen moeten zich op de dag van de wedstrijd melden bij de politie. Doen ze dat niet, dan staat daar een gevangenisstraf tegenover. In Frankrijk is deze regeling vorig jaar ingevoerd tijdens het WK-voetbal. Een delegatie fractiespecialisten van PvdA, VVD, CDA, D66 en GroenLinks op werkbezoek in Frankrijk wil onderzoeken of zo'n regeling voor het EK 2000 in Nederland doorgevoerd kan worden. In Frankrijk kan de rechter een voetbalhooligan een stadionverbod van maximaal 5 jaar opleggen. De Russische politie martelt stelselmatig arrestanten om bekentenissen af te dwingen. Dat concludeert de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch na 2 jaar onderzoek. Sommige Russische experts schatten dat maar liefst de helft van de arrestanten mishandeld of gemarteld wordt. Ze worden langdurig geschopt en geslagen. En volgens Human Rights Watch dient de Russische politieverdachten ook elektroshocks toe. De agenten gaan bijna altijd vrij uit. De Russische autoriteiten weigeren de problemen te erkennen. Voor de kust van Thailand zijn 17 drenkelingen na 11 dagen dobberen in een reddingsvlot op de Indische Oceaan gered. De drenkelingen waren de bemanningsleden van een Japans koopvaardijschip dat eind oktober ter hoogte van het Thaise vakantieparadijs Phuket waren aangevallen door piraten. De kapers hadden de Japanse zeelieden overboord gezet. In Mexico is een DC-9 neergestort. Alle 18 inzittenden van het passagierstoestel zijn om het leven gekomen. De oorzaak van het ongeluk is nog niet duidelijk. Getuigen zagen het bijna 30 jaar oude vliegtuig in de lucht ontploffen. Een van de 7 mensen die gisteravond in Bielefeld in Duitsland werd neergeschoten, blijkt in een ziekenhuis te zijn gereanimeerd. De vrouw was eerst, net als de 6 andere slachtoffers in dit familiedrama, voor dood verklaard. Ze ligt in kritieke toestand op de intensive care. In blinde woede had een man de 7 familieleden neergeschoten. Nadat de vader had verboden dat de man met zijn dochter zou gaan trouwen. Toen de politie de 34-jarige man na een klopjacht aan wilde houden, schoot hij ook zichzelf dood. Zowel dader als slachtoffers zijn waarschijnlijk Turkse Koerden. De man schoot gisteravond 6 mensen dood in een flat in Bielefeld. Het motief van de dader was wraak. Een van de slachtoffers had hem afgewezen als huwelijkskandidaat voor zijn dochter. De grond was wohl offenbaar naar bisherige erkennis dat een jonger man een Turkin of Koerdin heiraten wilde. Deze is van de eltern afgeleend worden. Daaraufhin had hij een waffe gezogen en in die familie hineingeschossen. Het is onduidelijk waarom de man wilde trouwen, want hij had al een vrouw en 4 kinderen. Na de schietpartij vluchtte de dader weg. Maar de Duitse politie spoorde hem op 500 kilometer ten zuiden van Bielefeld. Kort voor zijn arrestatie pleegde hij dus zelfmoord. En dat het weer vanmiddag in Zeeland en langs de Noord- en Zuid-Hollandse kust kans op een bui. Elders in ons land blijft het droog en af en toe dringt de zon door de bewolking heen. De maximumtemperatuur wordt 10 graden. Dit was het NOS 12 uur journaal. Ons volgende lunchbulletin straks om 1 uur op Nederland 3. Nog een prettige dag.